Bij Koken Doe Je Zo zijn we vandaag weer in de kookstudio van Pieter Hermes. En vandaag, Pieter, wordt het tijd om eens een keer een lekker visje te gaan bereiden. Dat doen we dan wel op een heel speciale manier. En Pieter is naar Aris Zwarthoed, vishandel in Aalst geweest, om dat speciale visje te gaan halen. Daar kijken we eerst even naar. Deze vis die is gistermorgen besteld, is eergisteren gevangen en is vandaag hier, vannacht is die binnengekomen. En waar komt die vandaan? Deze vis wordt aangevoerd op de veiling in Senegal. Dorade is een hele mooie vis, waarom? Hij heeft een bepaalde glinstering op zijn schubben zitten, een beetje zoetig van smaak, ja. Zilt zoet. En hij heeft een hele fijne schubstructuur. Waardoor je ook uitermate geschikt is voor een zoutkorst omheen te doen. Okay. Dus die schubbetjes zijn zo fijn, waardoor het zout zich hecht aan de schubben. En waardoor je dus super heerlijk overgerecht kunt maken. Want al doe je dus de goudbrasem, oftewel de draden, in een zoutkorst, dan behoudt hij zijn eigen smaak. Okay. Nee, ik maak hem dus hier een stukje open. Niet te veel openmaken, nee, toch? Hè? Nee. En dan zet ik hem dus, ik zet hem al terecht omdat ik dat mooi vind. Okay. Om zo te presenteren op een schaal. Mm-hmm. Hoe kun je een verse vis herkennen? Je ziet dus dat de slijmlaag erop zit. Ja. Hij glanst mooi. Je kunt bij een dorade zie je ook nog aan de versheid de zwarte vlek. Die moet er zitten, want die verdwijnt na een dag, zeg maar. En dan verder kijk je naar de kieuwen. En die moeten mooi rood zijn. Kijk, deze kieuwen. Die zijn felrood. Okay. Als je een vis in de zoutkorst gaat bereiden, moet je de schubben nooit verwijderen, omdat het zout zich hecht aan de schubben. Ja. Dat vormt als het ware een soort isolatielaagje. Ja. Het isoleert dus dat het zout niet naar binnen dringt, maar het zorgt ook dat het zout achter de schubjes gaat zitten. Okay. Want zout trekt in, hè, dat weet je. Mm-hmm. En dan gaat het achter, en dan zorgt dat een egale harde korst wordt. Okay. Ja. Ja. Dus ook belangrijk is bij de vis dat je goed spoelt, zodat hij goed schoon is. Kijk, en wat ik dus met de zoutkers doe, kijk, maak het schoon. Kijk, ik zet hem dan zo neer. Oké, natuurlijk. Nou, mooi zeg. Kijk, zo zet ik hem neer en dan kleed ik hem zo in met zout. Hier gaat het om, deze jongen. Ja, het ziet er spannend uit. Die gaan we heel speciaal bereiden. Een zoutkorst vandaag. Mooi vullen met verse kruiden, wat venkel. Dan komt een aardappelpuree erbij. Oh, lekker, ja. En worteltjes en een currysaus. Nou, klinkt goed. Dan beginnen we met de zoutkorst. In de zoutkorst, dat is eigenlijk vrij simpel om te maken. Het is een mengsel van grof zout met eiwitten. Kun jij misschien alvast drie eiwitten splitsen? Ja, heb je eitjes voor mij? De eitjes die hebben we hier. Ja. Gaat soms wel eens mis hoor, dat splitsen van eiwitjes. Oh, dat maakt niet uit. We hebben eieren genoeg. Dus er komen 3 eiwitten bij met 700 gram grof zout ongeveer. Oké. Okay. De dorade, die gaan we vullen met venkel, citroen, dille, peterselie en tijm. Venkel is deze altijd wat taaier. Zal ik een beetje plaats voor je maken? Dus die halen we eraf. Binnen in de venkel is altijd een bittere kern, die snijden we uit. Dat is niet zo lekker. Heb ik toch moeite om naar jou te luisteren? Ik merk dat ik allemaal concentratie nodig heb voor de eiwitten. Maar jij bent wel heel snel, René, want je hebt er al bijna 3 gedaan. Ja. Nou, prima. Nou, hier gaan we plakjes van snijden. Hoeft op zich niet te veel hoor. Kijk, we hebben maar 1 visje. De eiwit kun je best hebben een handig apparaatje voor. Ja. En als je die wil kloppen, niet te stijf. Een beetje lobbig is voldoende. Dan gaan we voor het visje vullen. Met wat citroentjes. Er komt wat venkel erbij. En wat kruiden. Ja, dit is al genoeg. Ja, dat is prima. Prima. Ja. Dus dat kun je mengen met grof zout. Ja. Daar gaan we een keer bij. Het is ook een hele oude techniek, het is echt mediterraan. Het komt uit de Middellandse Zee, het wordt er heel lang gebruikt.
Het grote voordeel van die zoutkorst? Dat het gewoon het gerecht wat je maakt, je kunt met kip doen, maar in dit geval doen we dus met vis, dat het gewoon echt super sappig blijft en dat de smaken heel geconcentreerd worden. Mm-hmm. Nou, als dat goed gemengd is, dan wel, kun je eerst een bodempje maken voor in deze schaal. Dus gewoon inderdaad een laagje onder. Dan moet er wel helemaal dicht dus zitten. Dus een klein laagje. Nou, dan kan deze erop. Nou, kijk, dat pannetje is net genoeg. Jongen toch, hè? Ga je dan? Daar gaat hij. Ja. Nou, dan mag hij helemaal bedekt worden. Ik zal van bovenaf beginnen. Nou, de oven die hebben we voorverwarmd tot 225 graden. En een visje van deze grootte, hij is ongeveer 450 gram, deze dorade. Dan heb je ongeveer 20 minuten nodig in de oven, of dat die kost krokant is en de vis gaar is. Nou, dat is mooi, dus hij mag erin. Oké. Dan gaat hij erin. Zo. Zet hem op 20 minuten. Nou, dan kijken we 20 minuten nog eens verder. Nou, benieuwd. Stap 2. We beginnen natuurlijk met aardappels. Die hebben we ongeveer een minuutje 15 tot 20 nodig. Afhankelijk van hoe groot we ze snijden. Nou, hoe kleiner de blokjes zijn, hoe sneller het klaar is. Deze blok zal ongeveer 15 minuutjes nodig hebben. Die doen we hierin. Als je wilt dat het stevig blijft, ook aardappels, hè, zonder dat het breedje wordt of een moesje, moet je eigenlijk zorgen dat je het altijd in koud water opzet. Okay. En dan heel langzaam aan de kook brengen. Heel goed. En dan zul je altijd zien dat je stevige aardappels of een stevige groente houdt. Dat is belangrijk. Okay. We gaan verschillende kleuren wortels gebruiken. En de bosbeentjes gaan we eerst even blancheren. Blancheren is eigenlijk iets heel even kort in kokend water leggen. Als je blancheert, is het wel belangrijk om behoorlijk zout water te gebruiken. Want als je veel zout gebruikt, dat zorgt dat de smaakstoffen eigenlijk niet lekken uit de cellen van het product wat je hebt bereid. Kijk, een wortel is natuurlijk vrij hard, dus het heeft naar verhouding ook meer tijd nodig om te blancheren, om te garen. Ongeveer 40 seconden is voldoende om hem, zeg maar, te blancheren. Toevallig hadden ze mooi gekleurde worteltjes. Nou, hier gaan we plakjes van snijden. Het water kookt. Gaan we eerst even deze marcheren. Een seconde of 40 is voldoende. Wat vervolgens belangrijk is met blancheren, is dat je hem daarna wel, als je hem hebt gekookt, dat je even in ijskoud water legt, zodat je kan voorkomen dat hij nagaat. Oké. Okay. Nou, deze gaan we vervolgens in het andere pannetje. Loop ik eventjes om je heen. Deze gaan we gewoon één keer gaar koken. En door een apart smaakje aan toe te voegen, doen we er wat curry bij. En wat karwijzaad. Dat is op zich wel een lekkere combinatie. Om allebei niet te veel te zijn. Wat voor soort smaak is karwijzaad? Want gebruik je eigenlijk niet zo vaak. Curry kent iedereen wel. Ja, licht anijsachtig. En een beetje, ook wel een beetje bitter. Kijk, je hebt ook komijn. Ja, ken en ik komijn wel. Is wat minder bitter dan karwijzaad. Oh, ik ruik het al. Ja. Geur komt helemaal uit die pot. Ja. Ja, oh, oké. Okay. Doe even zo. Gebruik niet te veel boter dit keer. Ja, dit vind ik wel een mooie hoeveelheid boter. We hebben in de risotto de laatste keer toch wel erg veel reacties gekregen op de hoeveelheid boter die in de risotto ging. Lichtelijk aan de hoge kant, hè? Vonden we zelf ook, maar toen hij er eenmaal in zat, ging die er niet meer uit. En dat gebeurt natuurlijk thuis ook wel eens. Maar het maakte hem absoluut wel heel erg lekker. En heel erg groen. Maar misschien een tikje minder gezond. Maar dit gaat goed zo. Dit komt helemaal goed. Nou, deze gaan we even aanzetten en wat boter. We gaan eerst een beetje mooi, dat hij een kleurtje krijgt. Nou, dat ziet er mooi uit. Dan kunnen we die alvast een beetje gaan blussen met, zet hem maar wat zachter beneden. Met bouillon. Met een kippenbouillon. Zie je, dat is behoorlijk heet zelfs. En hij kunnen we nog een beetje smaak brengen met een klein beetje curry en karwei. Als jij dat zou willen doen. Ja. Nou, voor de aardappels hebben we. Voor de aardappelpuree. Weet je, met een lepeltje doen? Ja, dat is prima. Voor de aardappelpuree gaan we melk even warm maken. En het is altijd handig om de melk goed heet te hebben. Want dan koelt de aardappelpuree ook niet te veel af. Nou, dan kunnen we wel alvast een klontje boter bij doen. Ongeveer 20 gram. We hoeven dat vaak niet meer te doen. We brengen het alvast een beetje op smaak met peper en zout. Een nootmuskaatje, dat doen we vers. Ja, altijd vers, ja. Want
nootmuskaat die niet vers is. Dat is absoluut niet lekker. Omdat er echte etherische stoffen in zitten en de smaak verdwijnt heel snel nadat je hem geraspt hebt. Dus dat moet echt hartstikke vers zijn. Pas wel op met nootmuskaat. Stel dat je een hele nootmuskaat zou eten, het is toxisch, dan overleef je het niet. Is dat zo? Ja, dus daarom altijd maar een mespuntje. Want nootmuskaat is eigenlijk hartstikke giftig. Goh, nooit geweten. Dus ja, we kunnen nu een mooi stampotje of een pureetje van gaan maken. Kijk René, en nou doen we dit dus met een... Met een stamper. Ja. Je zou het ook met een roer even kunnen doen of door een zeef drukken, dat is allemaal mogelijk. Maar doe het in ieder geval niet met een keukenmachine. Want als je het met een keukenmachine doet, dan beschadig je de cellen te veel van de aardappel. En dan wordt het gewoon lijmachtige deegklont. Een massieve klont. Ik heb het wel eens gedaan met een, toen dacht ik met een staafmixer bijvoorbeeld. En dat heb ik één keer gedaan, toen dacht ik, totaal andere puree. Dat wordt een lijmachtige. Dat moet je dus niet meer doen. Ja. Nee, precies. Ja, dat is altijd belangrijk. Ja. Okay. Ja. Ja. Nou, die puree die is klaar. Er hoeft ook niet meer melk nog bij, vind ik. Nee, dus het wordt een beetje te nat. Ja. Maar goed. Moment suprême gaat... En dat mag jij doen. Dat vind ik wel heel erg spannend. Want wat als het nu misgaat? Dat gaat helemaal goed komen. Hè? Kijk, moet je maar eens voelen wat hij lekker hard is. Ja, dat klopt. Keihard. Ja. Zullen we hem daar neerzetten? Dat is prima. Ik heb namelijk deze net al gekregen van Pieter. Het hakmes. Pieter, wat gaan we met de bottenkant gaan we dat gebruiken? Ja, met de bottenkant kun je die zoutkorst kapot slaan. Gewoon een tik erop, hè? Ja, zachtjes. ja. En dan ga ik er nog niet helemaal doorheen. Dat is al goed, ja. En je kunt nog een beetje die kant op. Kijk, dat je eerst helemaal de lengte door hebt gedaan. Ja, nog iets harder. Zie je, hier kom ik er wel doorheen, dat is beter. Oké, dat is eigenlijk al voldoende. Dan kun je het voorzichtig opzij gaan duwen. Mm. Zal ik dat even doen? Ja. Kijk. Hier is je wel lekker krokant. Dus. Nou, dan gaan we hem daar openmaken. Oh, zie je, prachtig. Wel mooi, hè? Ja. Kijk, als je nou nog iets harder was geweest, dan had je er één keer mee getrokken. Ja. Nou, dan gaan we hem omdraaien. Je haalt dus niet eerst die bovenkant eraf, zeg maar, gefileerd. Nee, want ik vind het eigenlijk fijner om dat daarna te doen. Oké. Okay. Kijk, de kraai zit er ook allemaal mooi in. Ja. Nou, hier zit natuurlijk nog een beetje zout op, dat halen we weg. Kun je straks eventueel ook nog met een stukje keukenpapier of zo... Dat kun je ook bijna niet voorkomen, dus dat halen we even af. En dan is er eigenlijk niks gebeurd. Dus de bordjes die zijn warm. Kijk, ik heb hier nog een eidooier. Dan doen we die ook nog erbij. Ja, die hadden we inderdaad. Kijk, en dat geeft net... Wat een extra lekker smaakje. Want een puree, wat ik al zei, is altijd belangrijk dat je een vetje bij doet. Of volle melk, of een eitje, of wat boter. In dit geval maken we extra smeuïge door een eitje, eidooier aan toe te voegen. Nou, zullen we maar gaan dat ziet er lekker uit, hè? Ja. Maak een streepje. Mooi, toch? Zo. En nog een bordje. Wat vind je van de portie zo? Perfect. Dit is nou eigenlijk helemaal eigen creativiteit, hè? Dat gaat misschien helemaal verkeerd uitpakken dan. Ja, maar zolang je het maar met liefde doet... Oh, nou dan is het... Dan komt het helemaal goed. Dat gaat helemaal goed komen. En als je ervoor zorgt dat elk bordje ook om zichzelf uitziet, dat is ook belangrijk. Nee. Nou, deze leggen we hier mooi tegenaan. Visje van 500 gram. Heb je toch behoorlijk het vlees aan, hè? Lekker zoeter is die ook... Kijk, en eigenlijk zou je hier dan nog een sausje bij kunnen doen, maar dat is niet direct nodig, omdat die vis natuurlijk al super sappig is uit zichzelf. Ja, het ziet er heerlijk uit. Dus hoef je niet nog eens aan te dekken met wat saus. Ja. Wat wel mooi is, dat we hier nog wat van gebruiken, dus dat kunnen we nog een beetje erop heen druppelen. Steeds, ja. Dus, kijk, er zijn die boontjes in gesmoord. Gebruik dat nog een beetje om het bordje mooier te maken. Dus karweizaad met curry en kippenbouillon. Dus ik zou zeggen, welke wil jij hebben? Jij mag kiezen. Ja, deze is eigenlijk het mooiste, hè? Want die kruist. Ik weet niet waarom ik die anders heb gemaakt. Nou, mag jij het kruisje hebben, alsjeblieft. Dankjewel. Eet smakelijk. Dankjewel. Wij gaan dat natuurlijk zo weer samen lekker opeten.
Het is een plaatje geworden, vind ik zelf. Alleen al de kleuren doen het ook fantastisch. Het ruikt weer lekker. Leuk dat u weer gekeken heeft. En hopelijk tot de volgende keer. Ik weet nu nog niet wat we dan gaan maken. Maar we gaan zeker weer even naar een lokale producent om iets lekkers te gaan kopen, hè, Pieter? Ja, dat gaan we doen. Wat we gaan gebruiken. Mijn brandende vraag is natuurlijk ook altijd welkom op koken@rtvhorizon.nl, waar je een mailtje naar kunt sturen. Dan gaan wij die vraag de volgende keer proberen te beantwoorden. Bedankt! Recepten te vinden op onze website. Tot ziens!